Jongens van mijn kanaal, mijn naam is Mick en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we kijken naar Photoshop Troll. Ja, dit is dus een persoon die heel goed kan photoshoppen. En aan hem wordt dus bepaalde dingen gevraagd. Zoals bij deze foto zegt hij, hey, kan je alsjeblieft die kont van deze foto afhalen? Bedankt. En hij heeft die kont eraf gehaald, namelijk hij heeft die meneer eraf gehaald. Want ja, op zijn Engels heb je natuurlijk het scheldwoord asshole. Wat dus betekent kont eigenlijk in het Nederlands. En ja, hij is gewoon een asshole dat hij dat vraagt. Dus hij heeft maar gewoon die meneer eraf gehaald. Ja, in principe heeft hij dan ook de ass eraf gehaald. Of bij deze foto. Kan je alsjeblieft de waterval wat groter en wat dichterbij er laten lijken? Bigger and closer. Ja, zeker. Dit is wel heel dichtbij. En ik vind het ook zo ziek hoe deze gast hem helemaal, ja, onder het water heeft gefotoshopt. Like, dat is best wel knap. Dat is heel erg moeilijk. Maar hij heeft ook zeker humor. Ja, hij is zeker dichterbij. En hij is groter. Dat ook nog eens. Ja, dames en heren. We gaan vandaag dus hierna kijken. Vergeet ook zeker even een duimpje omhoog te doen als je dit nu een leuke video vindt. Hier beneden kan je abonneren. We willen dit jaar de 450.000 abonnees halen. En zonder jouw hulp kan ik dat niet. Dus abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we gelijk doorgaan naar de volgende Photoshop troll. Kan je alsjeblieft de giraf wat dichter bij ons brengen? Watch out! Zo! Oké, ik denk dat dat geblurred moet worden wat wij daar zien. Maar dit is zeker dichterbij. We zien zeg maar delen die we niet willen zien. Ik heb nog nooit überhaupt die delen van een giraf gezien. Ja... Ja, voor jullie is het geblurred. Editor, blur dit echt, want ik wil geen demonetize. Hey brother, hier is een foto van mij. Kan je mij een ultieme pussy magnet maken? Dankjewel bro. Done. En hij heeft kattenvoer daar neergezet. Ja, nu is hij letterlijk een pussy magnet. Oh mijn god, hoe kom je hier überhaupt op? Ik vind het echt geniaal. Hey James, kan je alsjeblieft de aap ook blij laten kijken? As you wish. Ja, de aap kijkt zeker blij. Ik denk dat het niet op deze manier moest. Maar wat ik ook echt geniaal vind. Die vrouw, dat die zo onder water zit. Dat ze zeg maar koud heeft onder water. Dat vind ik ook nog eens geniaal. Nou, in ieder geval, hij heeft wel geluisterd. En jij bent blij en de aap is ook blij. Ik denk dat dit trouwens nog een leukere foto is ook. Hey dude, kan je het laten lijken dat mijn vriendin een vis gevangen heeft? Boom, en dat noem je een hele lekkere vis. Ik zou deze vis echt gelijk opeten. Ze heeft namelijk gewoon sushi gevangen. En ze heeft sushi zelfs gevangen. Met stokjes. Met van die Chinese stokjes. What the fuck? Hoe kom je hier ook op? Ik zweer het je. Dit is toch geniaal? Ja, in principe. Hè, nogmaals. Zijn vriendin heeft nu wel vis gevangen. Alleen is het sushi in plaats van, denk ik, de vis die hun bedoelde. Al is sushi de vis die hun bedoelde. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Het is niet hoe hun bedoelde. Hey James, kan je het laten lijken op deze foto dat ik en mijn vriendin elkaars handen vasthouden? Dat maakt deze foto wat minder awkward. Dankjewel. En ja, dat heeft hij dus gedaan, maar ik denk dat daardoor deze foto misschien nog wel wat ongemakkelijker wordt. Ze houden dus allebei een hand vast. Ik weet niet wat ze hebben gedaan, maar dit is zeker heel eng. Ik denk dat ik de politie moet bellen, want ja, ik weet niet hoe ze aan die handen komen, maar ik denk dat ik heel snel de politie moet bellen. Hey James, mijn vriendin vergat schoenen aan te doen op deze foto. Kan je helpen? Natuurlijk kan die helpen. Hij heeft ten eerste de schoenen van die man uitgedaan, want die heeft nu de vriendin aan. En die vriendin heeft ook nog eens hele foute kerstsokken aan. Ja, ik denk dat de originele foto toch wel wat beter is. Ik vraag me oprecht af of James dan ook nog zo aardig is om daadwerkelijk, zeg maar, zijn vriendin schoenen te geven. Hij heeft daadwerkelijk zijn vriendin schoenen gegeven, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Hij heeft het wel gedaan, maar ja, dit is lastig uit te leggen wat ik bedoel, maar jullie begrijpen het allemaal. Hij luistert zeker naar de vraag, maar niet per se hoe de mensen dat willen. Hey, kan je alsjeblieft een snor op mijn gezicht stoppen? Sure, dit is toch echt... Hij heeft de wenkbrauwen van die gast gebruikt om een snor te... Dit kan niet. Dit kan niet. We kunnen eerlijk zijn, we kunnen eerlijk zijn. Hij heeft wel echt een doorlopende wenkbrauw. Jezus, dat is wel echt heel ziek. Ja, en nu heeft hij ook nog eens een doorlopende snor. Helemaal top dit. Hey James, kan je het laten lijken dat mijn vriendje naar mij kijkt? Dankjewel. Sir! Wat is dit nou weer? Hij heeft letterlijk het hoofd omgedraaid van die persoon. Ja, ja, hij kijkt nu wel naar zijn vriendin. Alleen, ja, hij heeft ook een hele mooie baard gekregen. En hij is kaal geworden. En zijn mond is opeens waar zijn ogen normaal zaten. Iets klopt hier niet aan deze foto. Sir, kan je het alsjeblieft laten lijken dat het hier wat gevaarlijker is? Nu wij hier in het water zitten.
Dankjewel. Danger, gas leak, oftewel gaslek. Ja, ja, het is wel iets gevaarlijker nu. Die middelste gast lijkt één keiharde scheet. In ieder geval, dat lijkt nu. Hij heeft dus gewoon wel bubbels. Dit is zo... Ik kan hier geen woorden meer bij toevoegen. Hey James, ik hou echt heel veel van Harry Potter. Kan je het laten lijken dat ik een karakter ben van Harry Potter? Lies OIQ. As you wish. Ja, dit is zeg maar niet de meest knappe karakter van Harry Potter. Maar, hey, het is wel een karakter van Harry Potter. Dus hij heeft volledig geluisterd. Hij heeft wel geluisterd. Alleen deze karakter van Harry Potter is denk ik niet per se de karakter die zij graag wilde zijn. Kan je me alsjeblieft in een zeemermin veranderen? Ik wil zelfs betalen hiervoor. Het zou me zo blij maken. Gebruik welke foto je ook wilt. Als het maar de beste foto is. En hij heeft dus deze foto gebruikt. En hij heeft dus dit ervan gemaakt. Hey Ariel. Ja, ja, ze is in principe een zeemermin. Die in de supermarkt te koop is op dit moment. Die mensen gaan opeten. Ik denk, ik denk dat ze iets anders bedoelde met zeemermin. Een zeemermin is toch zeg maar half mens, half vis. En dit is zeg maar, ja, ook in principe half mens, half vis. Ik kan er niks anders van maken. Hij heeft geluisterd. Alleen is ze niet een hele knappe zeemermin. Nee, ze is een zeemermin. Met plastic in een supermarkt. Dat is niet wat ze bedoelde, denk ik. Kan je zo laten lijken dat het meisje links niet naar mij en mijn man aan het staren is? Dankjewel. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft namelijk letterlijk haar en haar man weggefotoshopt. En hij heeft ook nog eens de rok erin gefotoshopt. Moet je maar eens goed kijken. Daar in het midden waar ze normaal zou zitten. Daar in het midden waar hun twee normaal stonden. Daar is nu de rok opeens. De rok. What the fuck doet de rok daar opeens? Hey James, mij en mijn vriendins gezicht is verbrand. Kan je het alsjeblieft weghalen? En hij zegt eigenlijk gewoon voorkomen is beter dan weghalen. En heeft ze allebei ingesmeerd met wat zonnebrandcreme. Nou, deze James... Wat een held ook, wat een held. Wat geweldig ook dat hij even deze twee personen met zonnebrandcreme heeft ingesmeerd. Het is wel gewoon hilarisch, ik zou er niet op komen. Kan je alsjeblieft de benen van mijn vriend dicht doen? Natuurlijk, ja. Daar hangt nu een bordje met closed. Ja, zijn benen zijn nu dicht. Zijn benen gaan weer om 8 uur 's ochtends open. Dan zijn ze weer open, maar na 8 uur 's avonds zijn ze closed. Zijn ze dus dicht. Ja, ja, ja. Ja, wat de fuck gebeurt hier? Hey James, kan je het laten lijken dat ik niet op dit bed zit, maar op een vliegende tapijt die over de oceaan gaat vliegen? En natuurlijk heeft hij dat gedaan. Wat is dit nou weer? Hij heeft een boom met twee touwen en een... Ja, natuurlijk bestaan vliegende tapijten niet, dus dan moet je het maar op deze manier doen. Ze hebben letterlijk een katapult gemaakt of zo. Dit moet een katapult voorstellen. Ja, dan gaat het tapijt en zij zeker wel van vliegen. Favoriete foto. Maar mijn vriendje is zoveel langer dan ik. Zou je het alsjeblieft zo kunnen photoshoppen dat ik en mijn vriendje even groot zijn voor mijn profielfoto? Dankjewel. Natuurlijk heeft hij dat gedaan. En dit is een hele creatieve manier om... ik weet niet wat hier gebeurt. Dit is eigenlijk zo slecht. Hij heeft letterlijk een stok erin gefotoshopt met haar hoofd erop. Ja, in principe zijn ze nu niet even lang. Hij heeft er niet per se goed naar geluisterd. Want zij is nog steeds kleiner. Alleen, de gezichten zitten wel naast elkaar. Dus ze kunnen wel samen perfect op de profielfoto nu. Daar heeft hij wel naar geluisterd. Hey James, je geweldige Photoshop skills zijn geweldig. Maar kan je het zo laten lijken dat mijn shirt goed gestreken is. Het neemt namelijk mijn mooie lichaam weg, die kreukels. Ik wil dat iedereen het kan zien. Dankjewel. Probeer dit eens. En hij heeft een strijkijzer. En hoe noem je zo'n ding eigenlijk? Een strijkplank. Hij heeft een strijkijzer en een strijkplank in haar handen gefotoshopt. En ja, als ze dat eens gaat proberen, dan zullen die kreukels zeker weten weg zijn. Dat is wel slim van James, ik zeg je eerlijk. Hallo, ik hou zoveel van Aaron Rodgers. Zou je alsjeblieft kunnen photoshoppen dat het net alsof lijkt dat ik samen met hem op de foto sta? Dankjewel. You got it, hoppakee. Oh mijn god. Hij had dus ook een foto gestuurd van zichzelf waar zeg maar niet zijn benen op stonden. Ja, dan kan James er niks anders van maken dan dit. Dat is wel waar. Hey James, ik vroeg me af of je mij en mijn vader in een vol stadion kan photoshoppen. En dat heeft hij zeker gedaan. Ik denk dat ze iets anders bedoelde, namelijk dat hun nog steeds op het veld stonden. En dat zeg maar het stadion vol was achter hun. Maar nu staan ze met z'n tweeën in het stadion. En nu is de vraag aan jou, kan jij ze vinden? Want ik kan ze niet zo 1, 2, 3 vinden. Ik ben ze aan het zoeken. Maar, oh ja, ja, ik heb ze gevonden. Ik heb ze gevonden, dames en heren. Zet deze video op pauze als je ze nog even wilt zoeken. Want wij gaan gelijk verder.
Hé, hey, kan je alsjeblieft doen iets aan deze lelijke achtergrond? Dankjewel. There you go. Oh my god. Oké, dit is dus duizenden, maar dan ook echt duizenden keren dat meisje met die foto met haar kat. Deze achtergrond is denk ik zelfs nog lelijker naar mijn mening. Hé, James, kan je het zo maken dat ik ook in dat frame zit? Dankjewel. Sure. Ja, hij heeft wel geluisterd. What the fuck. Dames en heren, dit was weer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wil je dit nog een keer zien? Doe dan natuurlijk zeker even een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren voor de 450.000 abonnees. Wil je meer video's van mij zien? Klik dan op een van deze 4 video's die nu om mij heen staan. En dan zie ik jullie bij die video of morgen bij een nieuwe video. Mijn naam is Mick en ik zeg zoals altijd, Mick out.